Voor de mensen die niet weten wie wij zijn, dit is Eva. En dit is Yvonne. En wij zijn emo. Emo is volgens Wikipedia, dat zijn mensen die mega depressief zijn. Dit zijn verstotelingen van de maatschappij. En het vooroordeel bestaat dat wij ten alle tijde kampen met psychische aandoeningen. En dat is dus geen vooroordeel, want wij zijn allebei knetterdepressief. Ja, en ik ben daarbij ook nog bipolair, vergeet dat niet. En ik ben ook nog manisch. Ja, en ik ben ook psychotisch. En ik heb ook nog van allerlei dingen. In de zomer is het voor emo's soms best wel ingewikkeld om echt zeg maar depressief te blijven, omdat de zon schijnt en mensen zijn vaak heel positief. Ja, en daarom hebben wij een mooie lijst samengesteld met praktische tips om de zomer lekker depressief door te komen. Dus. Ja, Rick. Wat zijn die depressieve tips dan? Ja. Ik kan met een klein probleempje, moet ik eerlijk bekennen. Oh, wat is het dan? Nou, ik heb dus een aantal tips tegen dit voorbereid. Ja. Alleen die heb ik dus niet geprint. Ai. Dus, ik heb hem hier wel digitaal, maar het internet is een beetje ruk. Ja, zal ik even de stand... Kijk, er zijn altijd van die standaard tips. Hè? Als je maar ga je gang, ja. Nee, als je naar de site van het Rode Kruis gaat, veel drinken, kleed je luchtig, vermijd zware inspanning. En dan zeggen ze bijvoorbeeld ook doe vast boodschappen. Doe vast boodschappen? Ja, dan hoef je dat niet in de hitte te doen. Ja, maar de hitte is er al nu. Ja, dan ben je een beetje laat. Een beetje matige tip. Heb jij betere tips? Nou, we gaan even kijken naar de eerste tip die ik heb gevonden. Ja? IJskoude drankjes zijn lekker, maar eigenlijk niet zo'n goed idee. Je lichaamstemperatuur daalt tijdelijk, waardoor je hersenen een nieuw evenwicht gaan zoeken en het uiteindelijk dus alleen maar warmer zult krijgen. Oh. Kies liever voor lauwe drankjes. Nou, ik zag jou net toen je binnenkwam. Toen koos je voor thee, ja. Nico. Klopt. Is dat bewust? Nee. Nee, ja, moet je eigenlijk ja zeggen. Oh, ja. Oh, wat goed. Hij was ervan op de hoogte. Ja. Wist jij dit? Nou, nee, maar dat verklaart wel waarom ik altijd lauw bier drink op een festival. Nee, dat verklaart dat niet. Oh, dat is gewoon een hele langzaam drinkt. Ja. Goed, volgende tip. Eet niet te zwaar. Als je zwaar eet, dan zul je het warmer krijgen. Dus kies liever voor een licht verteerbaar en gezond eten. Zoals? Een salade of zo. Een salade. Ja, ik zou daar eerlijk gezegd niet voor kiezen. Maar als je bijvoorbeeld... Ja, maar daarom kun je beter ook niet gaan barbecuen of zo. Want vlees, er zit heel veel eiwitten in. En dan gaat je lichaam dat heel erg verbranden. Je hoeft niet alleen maar vlees op te barbecuen. Dus wacht, jij zegt... Rick van Elk, ho, stop. Jij zegt dat je met dit weer niet moet gaan barbecuen. Ja, je kunt het wel doen, maar niet als je gaat zoeken naar een oplossing tegen die hitte. Sorry, ga door. Ja. Ja, nee, maar niet barbecue hebben we dit weer. Als je niet kunt zwemmen om af te koelen, kun je bijvoorbeeld wel je voeten in het koude water zetten. In een voetenbadje of zo. Want je lichaam stelt warmte uit via de voeten, handen en hoofd. En door die delen af te koelen, zul je het minder warm hebben. Maar dan moet je wel zorgen dat je badje al vol hebt. Want dat mag niet meer. Want Vitens die adviseert er momenteel dat mensen moeten stoppen met het sproeien van de tuin, het wassen van de auto en het vullen van zwembadjes. Want als je dat nu nog doet, heb je kans dat er vanavond geen water meer uit de kraan komt. Godverdomme, we net de auto gaan wassen. Ja, ik ook. Nee, natuurlijk niet. Het is 40 graden, dus normaal. Goed, ja, dat waren een beetje mijn... Oh ja, nee, tot slot. Pittig eten is ook een goede manier om koel te blijven, want het bevordert transpiratie. Oh ja, en van zweten word je koud. Ja, nou, zweten is inderdaad bedoeld om af te koelen. Het is niet fijn, maar ja. Hè? Dus als je het echt niet meer ziet zitten, dan... Zullen we nog even een tip luisteren van die emo-meisjes? Eén tip? Ja, heb ik hem nog ergens? Ja, dat vind ik een hele goeie. Waar staat hij? Wacht, anders maar schuif maar op. Ik heb hem klaarstaan. Je hebt hem klaarstaan? Ja? Ook, komt hij aan. Doe maar. Het strand kan soms best een uitdaging zijn, omdat mensen heel positief zijn en ook te zeeën kunnen en met een bal spelen. En dan kan het zijn dat je last krijgt van positieve gedachten. Wat kun je het beste doen? Het beste kun je doen, vroegtijdig beginnen met vet eten. Doe het nu. Niet morgen. Nu, maar niet manjana. Nu. Begin met vet eten, zodat je verzekerd bent van een moddervet bikini lijf. Dat je dit... Nou... Ik luister naar dat soort dingen. Zal ik dan nu een plaat in starten? Ja, toch barbecuen. En toch barbecuen. Helemaal waar, Nico. Let's go.